Supermarktketen Co-op heeft maandagavond in deze regio te maken gehad met twee overvallen. Eerst was het filiaal in Westervoort het doelwit. Op één avond twee overvallen op filialen. Geschrokken? Ja, heel erg geschrokken, ja. Wat heeft u ervan meegekregen van de twee overvallen? Nou, gisteravond iets voor 6:30, ik kwam thuis van mijn werk. En ik doe de deur open en de telefoon gaat. Een van de medewerkers van het filiaal in Westervoort van Dave, de winkel is net overvallen. In hoeverre hebben de klanten er nog wat van gemerkt? Nou, eigenlijk hebben die daar niets van gemerkt. Want de daders die zijn heel rustig de winkel ingekomen en ook heel rustig weer weggegaan. Alsof ze gewoon boodschappen hebben gedaan en niemand had iets in de gaten. Wat kunt u vertellen over de overval op de supermarktfiliaal in Westervoort? Nou, wat we tot dusver weten is dat daar twee daders naar binnen zijn gelopen. Dat een van de twee het personeel heeft bedreigd met een mes. En dat er vervolgens geld is buitengemaakt. En dat ze er vandoor zijn gegaan. Hoe, dat is nog onbekend. We hopen toch dat getuigen ons nog daaraan kunnen helpen. Want het kan zijn dat ze toch een vervoermiddel hebben gebruikt. Een dik uur na de overval in Westervoort was de vestiging in de Arnhemse wijk Rijkerswoerd aan de beurt. Ruim een uur later nog een overval met het keer in Arnhemse wijk Rijkerswoerd. Ja, eigenlijk inderdaad in een tijdsbestek van iets meer dan een uur. Twee soortgelijke overvallen, wederom een supermarkt. En ook hier weer sprake van twee daders. Ook weer jonge mannen, blanke mannen. En ook hier is gebruik gemaakt van een mes en is geld buitengemaakt nadat het personeel bedreigd is. Denkt u dat er verbanden tussen de twee overvallen zijn? Nou ja, het ligt natuurlijk voor de hand dat je dat inderdaad gaat constateren. Er zijn een aantal opmerkelijke verschillen of opmerkelijke overeenkomsten te zien. Maar goed, uit nader onderzoek zal moeten blijken of dat het hier gaat om één en dezelfde daders. Is de overval nou ook met videobewaking opgenomen? Ja, in al onze winkels hebben we videobewaking tot 32 camera's per winkel. Hiermee nemen we dag en nacht alles op wat er gebeurt. Voornamelijk zijn de beelden gericht op de toegang, op de achterdeur, op alle kassa's. Dus de daders die zijn wel vastgelegd. Heeft u van beide overvalzaken nog nodige van getuigen kunnen meekrijgen? We hebben inmiddels een aantal getuigen al gehoord. Maar het kan maar zo zijn dat er toch nog getuigen zijn die nog niet met ons gesproken hebben. Er kunnen zelfs mensen in de winkel zijn geweest ten tijde van de overval. En niet eens gemerkt hebben dat er een overval gaande was. Maar misschien hebben ze wel oog in oog gestaan met onze daders. Nou, als dat het geval is, dan zouden we uiteraard graag met deze mensen in contact komen. En die kunnen dan bellen met het bekende nummer 0900 8844. De laatste maanden vinden er in de regio Arnhem-Nijmegen veelvuldig overvallen plaats. Na cafetaria's, tabakzaken en bij mensen thuis lijken nu ook de supermarkten ten prooi te vallen aan overvallers.